Paul Snyder. De kans is groot dat je zijn naam nog nooit hebt gehoord, maar zijn werk wel hebt gezien. Zo vervulde hij een belangrijke rol bij de groei van Bramkrikken naar 1 miljoen volgers. Bedacht en produceerde hij samen met wereldartiest Don Diablo een NFT die voor meer dan 1 miljoen euro werd verkocht. En alsof dat nog niet genoeg is, is hij op dit moment zijn eigen social media platform aan het bouwen. Dat dat nog niet een optie is op social media platform vind ik absurd. Hebben we hier te maken met de nieuwe Mark Zuckerberg? Financieel was het uh, was niet per se de beste moed voor mij om dit te doen. Daar kom je in deze aflevering achter. Paul, van harte welkom bij Young Ones. Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Zeker man. Ik uh, vind het fijn dat je hier bent. En ik heb één prangende vraag. Vertel. En die vraag is, als ik in jouw schoenen zou staan, wat is dan de grootste uitdaging waar ik de afgelopen maanden mee heb geworsteld? Of juist waar ik keihard tegenaan ben gegaan? Oeh, goede vraag. Um, ik heb hier wel een heel goed of een, een, een duidelijk antwoord op waar ik echt niet alleen de afgelopen maanden, maar daarvoor ook al mee struggle. En dat is, als je een idee hebt waar je gepassioneerd over bent, hoe, ga je het, hoe krijg je het voor elkaar om daar na een hele lange periode. Zonder echt confirmatie dat het gaat lukken of niet, nog steeds enthousiast over te zijn. Ja. Nou, dat is verschrikkelijk lastig. Ik heb dat nog nooit gehad dat ik een product aan het maken ben. En dat ik pas een jaar later eigenlijk van mensen confirmatie kan krijg van hey, wat je aan het doen bent, dat gaat de goede kant op. Ja. Nou, dan, dan ja, op een gegeven moment raak je in een soort van. Oh, gaat dit wel goed? Heb ik hier niet te veel tijd en geld aan besteed. Um, ben ik wel goed op dreef? Het is, ja, de, dan is het best wel makkelijk om een soort van op te geven, heb ik niet gedaan. Ja. Uh, was ik ook niet van plan. Ik had veel te veel op de uh, soort van uh, erin gestopt om op te geven. Maar ik heb echt wel um, momenten gehad dat ik dacht van. shit, ik moet even iemand hebben die tegen mij zegt van hey, wat je nu aan het bouwen bent, dat gaat succes opleveren, of dat gaat goed. Dat gaat uh, uh, succesvol worden, of dat gaat in ieder geval worden wat je wil dat het wordt. Ja. En dat heb je dan niet. En dat is uh, best lastig soms. Wie zijn die mensen voor jou? Wie kunnen jou dan even weer, uh, zijn dat juist mensen uit het vak bijvoorbeeld of mensen uit je privé sfeer? Nou, nog niet, eens, nog niet eens mensen uit het vak, maar gewoon. Um, ja, en ik heb het idee wat ik, waar ik mee bezig ben, dat vertel ik natuurlijk meerdere mensen. En meerdere mensen die zeggen, oh, dat is een vet idee, oh, dat, dat klinkt heel tof. Maar ja, je weet nooit hoe het is totdat je een, een product hebt. Ja. Dus het was voor mij, um, de eerste versie van Cloud Citadel, die ik dus recent heb gelanceerd, was voor mij een conformatie van ik heb nu een. Tastbaar product. Dat tastbare product kan ik aan mensen laten zien. En de reactie die ik daarop krijg, daar baseer ik mijn, mijn progressie op. Ja. Um, en in dit geval was het dus niet echt van mensen uh, van mijn familie of van mensen uit, men, uh, uit de industrie, maar vanuit de community die ik heb gebouwd. En de community die uh, meerdere maanden lang hebben gewacht op het resultaat of het product wat ik ging leveren. Ja. Uh, en gelukkig waren die res uh, resultaten echt super positief. Dus het uh, was voor mij echt een soort van last van mijn schouders. Van, Oh shit, ik ben er nog niet, maar ik ik het gaat de goede kant. Op. Ja man, en dat was wel heel chill. Want je noemde het al Cloud Citadel. ik denk hoe ik dit gesprek graag wel insteek, omdat jij al een aantal of een behoorlijk aantal grote projecten hebt gedaan, mm -hmm. waarvan ik bijna zeker weet dat mensen die het nu kijken of luisteren, ze ergens voorbij hebben zien komen, maar nog niet waarschijnlijk weten dat jij daarbij betrokken was op best wel een belangrijk niveau. Um, en het laatste project, inderdaad, waar je mee bent gestart, in ieder geval, waar ik van weet Cloud ja. Citadel, je bent simpelweg je appte mij toen. Ik ben mijn eigen social media platform aan het bouwen. Punt. Ja. Toen dacht ik van, nou, als je het dan over grote uitdagingen hebt, een eigen social platform bouwen, dat is nogal wat. Ja. En meteen gingen bij mij allerlei radaren af dat ik dacht in van oké, okay, hoe groot moet dat dan worden? En welke uitdagingen komen er op je pad? Doe je dit alleen? Doe je dit met een team? Ik kreeg bijna een soort ontploffing in mijn hoofd. En dan ga ik aan ik denk van nee, dat vind ik vet, daar wil ik meer over weten. Ja. Um, dus vandaar die, die insteekvraag Misschien even terug naar het begin Want iets wat veel mensen hebben is Op een uur komt er een idee in je hoofd omhoog uh, Bij creatieven zoals wij gebeurt dat bijna dagelijks en bijna per uur ja. Dus dan krijg je natuurlijk allereerst de filter Van ja, met welk idee ga ik wel iets doen En welke laat ik voor wat het is Hoe werkt dat bij jou? Oeh, dat is wel, het, uiteindelijk komt het gewoon neer op je eigen passie Zeg maar, als je een idee hebt, maar je bent er niet super gepassioneerd of je hebt niet zo super veel passie voor het idee, dan weet je al dat het eigenlijk niet zo'n super goed idee is om ermee door te gaan. Maar dit idee was een idee, zeg maar, het platform bouwen van eigen social media platform bouwen was een idee die ik al langer had en ik had nooit echt een reden om er wat verder over na te denken. Totdat die hele NFT-markt ging ontwikkelen, de web3-industrie naar boven kwam, nieuwe technologie op mijn pad kwam, ik meer leerde over die technologie. En toen dacht ik, oké, okay, misschien is nu het moment om hier meer over na te gaan denken. Toen ben ja. ik er meer over na gaan denken. En toen heb ik gewoon, dan kom je op een soort van punt. Tijdens je denkproces. Dat je denkt: holy shit, wat is dit vet? Uh, zou ik dit gebruiken? Als ik, dit, als, als, ik een, als ik een gebruiker was, zou ik dit project. of dit, um, dit product willen hebben? Ja. En iedere dag, ik heb erover gedroomd. dat ik zoiets had van. Damn, ik moet dit maken, ik moet dit maken. Ja. En dan ga je gewoon uitwerken, dan ga je je concept iets meer uitdenken. En vanaf dat moment is het belangrijkste om gewoon constant erover na te blijven denken. Of, of dat het nou met andere mensen is, of alleen is, of er gewoon over te praten met, met je familie. Uh, dan ga je het concept testen bij mensen. En dan ga je het vertellen aan mensen. En sommige mensen zullen het er niet mee eens zijn. Sommige mensen die zullen het helemaal fantastisch vinden. Ja. En ik denk niet dat je aan iedereen een soort van moet vasthouden. Sterker nog, als jij een idee hebt. Je staat daar heel erg achter. En je vertelt het tegen iemand die, die zegt. Nou, dat is geen goed idee. Absoluut niet je hele mening op, op die van hun baseren. Maar... Um, is wel goed om vanaf dat moment proberen andere mensen ook uh, enthousiast te maken. Want terwijl je iemand anders enthousiast maakt, leer je jezelf ook waar je het over hebt. En leer je ja. jezelf ook je verhaal vertellen en weten wat je eigenlijk wil gaan maken. En dat is eigenlijk mijn, mijn tweede vraag. Want je hebt twee keer uh, bij en met Go Spooky gewerkt. Ja. Uh, voor de mensen die dat niet weten, is een van de snelst groeiende agencies van Nederland. Ze uh, zijn nu in New York uh, uh, de toko aan het openen, om het zo te zeggen. Uh, Tim ja. is ook te gast geweest een keer in Young Ones. En ik las, want ik denk als mensen jouw hele verhaal van A tot Z... van je geboorte tot uh, wat er allemaal tussen zat willen weten... dan zijn er genoeg andere podcasts waarin het voorbij komt. Uh, maar dat je zei van, hé, hey, wat ik bij Go Spooky... los van wat ik allemaal heb gebracht, ook heel erg heb geleerd... is hoe ik mijn ideeën vertaal naar een concept. En dat concept vervolgens pitch aan bijvoorbeeld een klant... of iemand die mij hierbij kan helpen. Ja. Dat vind ik onwijs interessant. Want ik ben heel erg benieuwd wat jij nu ons daarover kunt leren... Um, wat jouw strategieën daarin zijn, in ieder geval hoe je dat aanpakt. Want ja. die vertaalslag is een hele lastige. Ja, voor mensen. Ik, wat ik altijd had voordat ik bij GoSpooky werkte, um, of eigenlijk wat ik dus langzamerhand aan de afgelopen jaren heb ontwikkeld, was dat ik heel veel projecten wou starten. Ik startte ze in mijn eentje en ik kon al best wel veel. Ik kon hier een beetje grafisch design, ik kon een beetje 3D, ik kon een beetje editen, ik kan een beetje filmen. En dan kom je al best wel heel erg ver, maar je raakt op een gegeven moment een platform met hoeveel je in je eentje kan doen. En ik zie sommige creators of sommige uh, creatives, zie ik projecten beginnen waar ze dan jarenlang mee bezig zijn, omdat ze het in hun eentje hebben gedaan. En de kwaliteit is top, maar er zit weinig progressie in, het ontwikkelt langzaam en ze missen die volgende stap naar hoe je het echt groot kan, kan verkopen of uh, uh, ja, toch een beetje het commerciële gedeelte, gedeelte ja. ervan. Um, ja, het is alsof je aan een huis gaat werken en je kan alles zelf. Maar je weet dat als je alles zelf doet, dat de energie gaat kosten, dat het lang gaat duren, dat het vaak moeilijker gaat. Dus je moet een manier vinden, en dat is de volgende stap: is gewoon yeah. vinden hoe kom je aan, aan een team die jou kan helpen om dat huis te bouwen. En dat heb ik dus heel erg geleerd bij Go Spooky: is een stukje teamwork: van hoe kan ik zo'n project, wat ik in mijn hoofd heb, nou op papier zetten en samen met een team doen. En dus ook een stukje verantwoordelijkheid aan andere mensen geven. En gewoon zeggen, nou, dit is mijn concept, mijn, mijn, mijn kind. Ja. En dat wil ik voor die klant maken. Nou, dan moet je allereerst de klant overtuigen. En dat had in het begin ook nog wel wat werk nodig. Want ik uh, was toen heel erg in de bezig met het ontwikkelen van concepten voor TikTok. Uh, TikTok campagnes. Vooral wel... voor JBL toch? Heb jij ja. daar heel erg aan, aan bijgedragen? Ja. Ja. En ik wist heel goed wat TikTok nodig had op dat moment. En dat was gewoon virale content, grappige content, uh, um, inhaakjes, snelle content. Maar dat was niet per se waar brands altijd op zitten te wachten. En gelukkig was Koospoekie een bedrijf die daar bekend om stond, over die, dat soort content. Dus de meeste klanten stonden open voor verschillende soorten uh, uh, campagnes. Yeah. Uh, maar het is nog steeds heel belangrijk als je met een brand gaat werken... om het haakje te vinden tussen... wat is het beste voor het brand... en wat is het beste voor je audience. Of voor, in dit geval, op TikTok. Want je kan nog net zo'n virale video maken als je wil... maar als het brand er niet in naar voren komt... of er geen aanleiding is om, het, om, om de brand überhaupt te onthouden... Ja. dan heeft de brand er niks aan. Precies. Maar als je een productvideo gaat maken... die volledig niet linkt of volledig niet aanslaat op TikTok... dan heeft de brand er wel wat aan... maar dan heeft vervolgens TikTok er niks aan je moet een soort van golden zone gaan, gaan vinden in het midden daarvan. En gewoon kijken van hoe kan ik het, uh, het bedrijf het beste helpen en hoe kan ik de target audience vinden. Dat, die uitdaging, dat was gewoon super leuk om over na te denken bij Go Spooky. Ja. En dus ook om dat dan uit te werken met een team. Wat uh, zijn je learnings Wat zijn dingen waarvan je nu zegt van nee, hey, als ik uh, bijvoorbeeld, jij zou nu aan mij moeten uitleggen van Sander, jij gaat een concept pitchen aan een merk. Ja. Um, wat zijn een aantal stappen die ik zeker niet moet overslaan, want anders sla ik de plank mis? En je moet altijd denken: uh, allereerst, what's in it for the brand? Uh, zeg maar, wat, wat zou een, een, een bedrijf hier potentieel aan hebben aan zo'n video? Dus in, in het geval van JBL, dat zijn uh, oordopjes, speakers, dat soort dingetjes. Die ja. doen dingen met geluid. Dus dan weet je: oké, okay, ik moet iets doen waarin ik geluid naar boven kan laten komen. Een van de concepten die ik daar toen heb verzonnen. Was uh, een concept dat heette 8D audio experience volgens mij. Waarbij je dus uh, uh, waarbij wij games en bepaalde fragmenten die, die populair in de, in de gamingcultuur waren, yeah. gingen namaken in 8D audio. En de 8D audio bestaat helemaal niet. Maar het is gewoon een soort van extra stereo uh, sound editing. Waardoor het wat vetter klinkt, waardoor je een geluidje links hoort en dan in één keer rechts. En dan gaat het heel erg snel langs je hoofd. Je zal het vast een keertje gehoord hebben. Yeah. En het idee daarvan was dat dat op zichzelf is niet per se heel erg JBL is. Dat is gewoon een cultuurdingetje. Je, je pakt Minecraft, een bekende game, je, je edit het vet en mensen die gaan er naar luisteren. Maar om het te luisteren en het goed te horen, moet je oortjes hebben. Nou ja, niet per se dat je de JBL oortjes daarvoor moet hebben, maar het is natuurlijk een perfect linkje om te leggen met een ja. brand om vervolgens oortjes te verkopen. Dus je zegt van nou, hey, deze experience is alleen voor mensen met oortjes. Heb je geen oortjes? Kijk eens, we hebben hier de, 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 de oortjes van JBL. Ja. Dus op die manier kan je toch een heel erg leuk en, en, en uh, ja, een heel leuk concept verzinnen voor TikTok, maar tegelijkertijd heel dicht bij zo'n brand blijven. En ik denk dat als je iets maakt wat, uh, ja, op die manier dus beide partijen kan helpen dat je heel erg uh, dat je een, een sterk concept hebt en ik zie dat nog net te weinig gebeuren met uh, met brands op tiktok nu nog steeds eigenlijk. ja dat vind ik jammer en is dat ook iets wat dan terugkomt nu bij het bouwen van je eigen social platform want uiteindelijk heb je daar natuurlijk ook een soort van twee doelgroepen of in ieder geval je hebt een merk ja. uh, en je hebt een doelgroep en daar moet een goede combi dus, uh, tussen komen ja Oeh. nou ja ik heb dus nu inderdaad een merk uh, of ik ben dan een platform aan het ontwikkelen en het platform in is zichzelf is natuurlijk een merk uh, maar ik ontwikkel het, en dat is dan wel weer het verschil met een brand. Het enige, mijn enige motief met de platform is om een community, uh, of eigenlijk om users de vrijheid te geven om een eigen community te bouwen. Ja. Uh, er, er komt geen andere soort van uh, prioriteit bij kijken dan dat. Ik heb niet per se, uh, ik wil niet met investeerders gaan werken of met adverteerders gaan werken, sorry. Um, dus ik ben niet een platform voor adverteerders aan het bouwen. Ik ben niet een platform voor brands aan het bouwen. Ik ben het aan het bouwen voor de users die er uiteindelijk op gaan zitten. En dan ga ik kijken, net als dat ik met TikTok deed of met campagnes deed, hoe kan ik op, op een logische manier TikToks ook of uh, brands ook ruimte geven op mijn platform? Ja. Of adverteerders ook ruimte geven op mijn platform. Een van de dingetjes die we doen, en ik kan later meer vertellen over Cloud Citadel, is dat ik gebruikers de optie wil geven om naar advertenties te kunnen kijken of niet. Uh, ik vind dat dat, 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 dat dat nog niet een optie is op social media platform, vind ik absurd. Dat je niet de optie hebt om advertenties uit of aan, aan of uit te zetten. Uh, en dan zou natuurlijk... niet iedereen ze uitzetten dan? Nou ja, wel. <laughs> ja. Maar de oplossing daarvoor die ik heb, is dat je een deel van de revenue krijgt. Net ja. als een creator. Dus uh, uh, um, en dat percentage dat is nog een beetje verschillend. Maar ik was van plan om gewoon te zeggen van nou, communities die advertenties aanzetten, die krijgen 50% van de revenue van de advertentie. Ja, nou kijk. ja ga dan maar kijken hoeveel advertenties ja. er gezien worden. En ik heb het zo uitgerekend dat jouw hele experience op een platform gratis wordt als je advertenties aanzet. En als het niet gratis is, of als, het, als je advertenties niet aanzet, dan betaal je een maandelijks bedrag, wat alsnog niet heel veel is. Ik heb rekening gehouden met een gemiddeld van 1 euro per, uh, ja. per user. Nee, minder zelfs nog. Uh, maar op die manier kun je een soort van kijken van, nou, dan geef je toch nog mensen de vrijheid om te kiezen. En tegelijkertijd, uh, uh, um, en misschien er zelfs wat aan te verdienen. Um, en tegelijkertijd... Uh, um, uh, Geef je adverteerders dus ook weer ruimte om alsnog op een platform te kunnen komen. Uh, en zo zijn er heel veel dingetjes waarvan ik denk van... nou, daar moet een soort van balans in gevonden worden van wat wel en niet kan. En daar ben ik dus constant over na aan het denken. Ja, dat is een interessant uh, gedachtepatroon natuurlijk. Want het is wat je zegt, wat jij altijd doet. En dat kenmerk je ook heel erg in wat de mensen in het intro al, al hebben gehoord. Dus het is altijd op de voorgrond van technologie. Uh, jij lo loopt liever voorop dan uh, achter de rest aan. Ja. <laughs> en anderzijds is het qua... Aandacht wat ik al zei, is dat heel vaak mensen niet per se weten dat jij ergens bij uh, betrokken bent. Wat het natuurlijk nog interessanter maakt dit gesprek eigenlijk. Want het is nu even een inkijkje ja. in jouw hoofd, om het zo te zeggen. Om te kijken van, hey, hoe, waar zie jij dat dingen naartoe gaan? Met welke projecten ben je nu bezig? Hoe pak je dat aan? Ja. Um, en dat denk ik ook meteen bij zoiets als het starten van een social media platform, omdat het best wel groot is. Kon je dat alleen gaan doen? Heb je daar investeerders voor moeten zoeken? Wat is de, de schaal waar je op meteen op moet gaan opereren... om zoiets neer te zetten? Of kan je dat juist best wel klein opbouwen... en vanuit daar laten doorgroeien? Nou ja, ja en dat is dan een tip die ik ook weer... van Tim en Liam Toren heb gekregen. Maar dat is zo klein Spooky, mogelijk ja. beginnen... en daarmee uh, steeds meer uitbreiden. Feedback krijgen van, van of een community... of van de mensen om je heen. Uh, nu, is, nu vond ik dat een hele lastige, want met een een uh, social media platform klein beginnen is al bijna ja. niet te doen. Als in het e zelfs het, het, het kleinste product is al een groot product. Dus ik had er heel erg veel. Uh, het was best pittig om te besluiten hoe je start met zo'n project. Nou, dat is uiteindelijk uh, hoe, hoe dat het alleen gaan is. Ik heb dat concept bedacht. Ik heb dat concept uitgeschreven. Ik heb een soort van pitch deck voor mezelf gemaakt, meer om te kijken van heb ik over alles nagedacht. En toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar mensen. Dus toen ben ik gewoon, heb ik uh, developers geappt. Nee, sterker nog, ik wou dus eerst testen, want het is een community building platform. Ja. En ik had, ik moest wisten, ik moet weten wat het is om een community te hebben, zodat ik weet waar ik tegenaan loop. Want dat wist ik nog helemaal niet zo goed. Ik, ik kon een beetje gokken wat er mis was met community building, of hoe ik het beter kon maken. Maar ik heb nooit een community gehad. Dus toen heb ik uh, als testprojectje uh, Board Bram Yacht Club gemaakt. Ja. En dat was een, uh, ja, een, een NFT-gerelateerde community. Ja, even voor de, voor de mensen die luisteren niet weten wat NFT's zijn. Uh, dat gaan we niet hier uitleggen. Maar dan zou ik zeggen, kijk even de video op het Young Ones kanaal... die we met Warp samen hebben gemaakt... Dat gaat eigenlijk compleet over NFT's. En er zit ook een hele animatie in waarin we het in het kort uitleggen. Um, en de podcast met Warp staat ook al online. Dat gaat volledig over dat spectrum. Maar als we die kant ook nog helemaal induiken, zitten ja, we hier ja, de ja, hele ja, dag. Nou ja, long story short, dus we hebben een community gemaakt. Ja. Het was echt een testcommunity voor ons om te leren hoe het moest. Maar het was een non-profit uh, project. We hebben al het geld dat we daarmee hebben opgehaald door het verkopen van NFT's, hebben we om laten zetten en kleding van gemaakt. Die kleding is toen uh, gemaakt door Gecko Agency, die echt hele toffe kleding maakt. Dus dat we daar een soort van mee konden ja. werken was echt fantastisch. En uh, um, ja, dat hebben we gedistribueerd en, en daar gewoon super veel van geleerd. Uiteindelijk een aantal formulieren doorin laten invullen, service laten invullen. 600 mensen hebben op gereageerd wat ze vonden van de community, wat er beter kon, wat ze naar nou overal scoren gaven. Dus dat gaf, gaf mij een hele mooie insight van oké. Okay, dit hier moet ik op hier moet ik rekening mee houden. Nou, toen was het dus gewoon een kwestie van een team zoeken. Dus gewoon kijken: hé, wie kan helpen met, met het developen van dit uh, ja. project? Gelukkig, omdat ik dus uh, dat Board Promjad Club project was begonnen. en ik altijd een soort van super sneaky overal aan zeg: van nou, hé, ben je een developer? Ben je iemand die met mij wil werken? Schrijf dan hier een lijst op. Ik heb inmiddels echt een, 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 een lijst met, met mensen erop staan. die allemaal, een soort ja. van ooit iets hebben ingevuld. Uh, dat ze voor projecten van mij willen werken. Uh, en toen ben ik daartussen gaan. Oh, dat is trouwens wel heel grappig. Hoe ik met developers aan tegengekomen. <laughs> um, tijdens de launch van het project van Board Boardpromiaat Club. Toen moest yeah. er een smart contract online, waarmee je dan die NFT's echt kan, uh, online kan zetten. Yeah. En ik had dat allemaal zelf gedaan, want ik vond het gewoon interessant om te weten hoe werkt zo'n blockchain en hoe werkt zo'n smart contract. Helemaal zelf uitgevogeld. Ik klik op start. Zodat die echt begon en yeah. dat iedereen ze kan gaan kopen en het deed het niet, nee, uh, het werkte niet. En ik dacht, nee, van, oh, nee shit. Dus toen ik, ik rondbellen naar mensen die ik uh, ken die een beetje in de solidity development zaten en gewoon ge app van, weet jij wat er mis is? Nou sommige mensen die reageerden direct zeiden van, nou, kan het niet vinden. En toen kwam er dus een jongen Bart van Vliet die kwam op LinkedIn en die stuurde mij een berichtje met, hey, uh, ik weet volgens mij wat het probleem is met een smart contract. Uh, volgens mij heb je dit en dit en dit verkeerd gedaan. Dus ik gelijk aanpassen en het werkt. Ja, en toen zei ik tegen hem: Oh, damn, man, dat, dat had ik moeten weten. Uh, wat doen jullie? En toen ben ik met hem in de, aan de praat geraakt. En toen uh, kwam ik erachter dat, uh, dat hij een bedrijfje heeft. heeft uh, dat heet Frostup. Doet hij samen met een andere jongen, Jeroen. En uh, die twee maken echt uh, ja, fantastisch vette apps. En uh, uh, ze doen ook heel veel met Web3. Ook super op de achtergrond. Je zou echt niet weten dat het uh, twee jongens uit, uit Weert. Je zou echt niet weten wat ze al doen. Dat is mijn hometown, man. Oh, nice. Ja, ik ben er geboren, maar ik, ik ken ze ook niet. dus... Uh... Ja, ze, ze zitten echt heel <laughs> erg op de achtergrond. Zeker met hun bedrijfje, maar hebben Amerikaanse klanten, hele grote ja. klanten. Um, en die jongens die sprak ik en ik heb het idee uitgelegd. En uh, toen uh, zijn we samen gaan werken. Dat hebben we toen allemaal uh, gewoon op budget gedaan. Dus ze hebben destijds was niet. Uh, ja, boven dat ze een soort van vriendenprijsje hebben gerekend, heb ik eigenlijk vorig jaar alles zelf betaald. Ja. En ik heb niemand uh, geen. Ja, ik heb. Ik heb niemand soort van um, gratis laten werken of zo. Ik heb ook nog geen equity uitgedeeld. Ik heb echt puur gezegd tegen iedereen, reken gewoon de prijs die je voor mij wil rekenen. Hou een beetje in rekening met het feit dat, dat ik een soort van ja. uh, gelimiteerd ben in mijn budget. En gewoon iedereen betaalt ervoor. En toen was het gewoon een kwestie van mensen aannemen of niet echt mensen aannemen. Freelancers, freelancers inhuren uh, en beginnen met een soort van product. Dat was in februari. Toen was er een klein product af in... Juni en toen dacht ik bij mezelf shit ik kan hier nog steeds helemaal niks mee want het was nog steeds niet af er was ik had gefocust op de verkeerde dingen ik, ik had al logo ja. laten maken uh, peperduur logo laten maken terwijl ik dacht van ja dit heb pas over drie jaar nodig classic uh, super, super uh, classic mistake eigenlijk hè ja. classic mistake en toen uh, uh, en toch moet je maken ja precies <laughs> En vanaf dat moment was het oké, okay, ik moet eventjes op wat nieuws gaan doen. Ik moet even opnieuw moet ik hier induiken. Ik moet mijn prioriteiten stellen, want ik had toen nog een soort van genoeg geld. Dus dan maakt het geldje niet zo heel erg veel uit. En dan weet je een soort van, ah, het zal wel goed komen met, uh, met geld. Ik ga toch een investering ophalen. Nou, de hele markt natuurlijk gecrashed, de hele ja. crypto-markt ingestort. Mag ik tussendoor markt. even vragen, van waar heb je dan het eigen kapitaal vandaan gehaald om die eerste investeringen te kunnen doen? Heb je gewoon goed gespaard? Was het de verkoop van die NFT's die het goed heeft gedaan? Waar kwam dat vandaan? Um, ik was tegelijkertijd nog wel bezig met een aantal projecten, onder andere met G-Star heb ik ook samengewerkt om hun hele crypto-project op te zetten. Ja. Daar heb ik ook niet zo heel erg veel over gezegd online, maar uh, daar was ik best wel dichtbij betrokken. Dus gewoon op community basis, maar ook al hun designs gemaakt. En uh, um, ja, daar, daar had ik gewoon een, een goede deal op gemaakt. Ja, uh, ik, ik, ik wou niet per se een budget, maar meer gewoon een, een deel van de opbrengst. Ja, kijk, uh, dat is gewoon heel goed gegaan. En ik heb uh, vorig jaar mooi kunnen sparen met de projecten die ik naast mijn vaste werk nog, uh, nog heb gedaan. Dus het was een beetje een, een combinatie van alles. Uh, ik had meer van mijn crypto willen gebruiken ervoor, maar. Ik heb het niet op tijd eruit gehaald. Ja, dus uh, uh, dat is niet gelukt. Ja. Maar uh, um, ja, ik had, ik had een, een spaarpotje Ja, over. maar dat is interessant om ja. te weten, want heel veel mensen ook vaak, ik heb ook onderzoek gedaan onder onze doelgroep. Van wat ja. is nou een bezwaar waarom je denkt niet met je idee te kunnen starten. Ja. Dan wordt en vaak netwerk genoemd. Ik heb geen netwerk, dus ik kan niet starten. En de tweede die het meeste voorkwam, is ik heb geen startkapitaal. Dus ja. dan kan ik niet beginnen. Um, nu denk ik zelf überhaupt, als je boots dus je kosten zo laag mogelijk houdt en inderdaad gewoon ja letterlijk gaat schapen, dan kun je ergens komen. En dit is letterlijk het levende wijs. Want ik kom uit de muziekindustrie. Ja. In corona. Nou, mijn bedrijven, daar kon ik echt geen rode centen uithalen. Maar ja als je dan weer klein begint, kan het. Maar anderzijds is het ook interessant inderdaad om te weten van oké, okay, als je dan wel wat kapitaal nodig hebt. Er zijn er heel veel voorbeelden inderdaad van bedrijven, ook zoals jij het nu hebt gedaan. Maar ik noem wat het een Gymshark, heel bekend bedrijf, natuurlijk. Ja. Die eerst gewoon supplementen dropshippen, om vervolgens met de opbrengsten daarvan de eerste kledinglijn te kunnen starten. Uh, dat vind ik altijd wel interessant. Zo zie je hoe dat je heel creatief ook kunt nadenken om dat stuk op te lossen. Um. Ja, dit is wel een probleem wat ik nog niet heb opgelost, hoor. En zeg maar, ik, ik zit zeker nu na een jaar, zit ik wel tegen het, uh, het punt aan dat ik zoiets heb van: ik moet nu echt een investor hebben. Want ja. het gaat nu echt harder uh, groeien. Of tenminste, ik wil harder groeien. Uh, de plannen worden een soort van uh, um, groter. Um, ik weet nu zeker dat het gaat lukken. Dus ik zit nu wel op een punt dat ik zoiets heb van ik, met mijn eigen kapitaal red ik het niet meer. Yeah. Uh, ik kan mezelf, want ik heb dus uh, ik ben weggegaan bij Go Spooky vorig jaar in januari. En ik heb eigenlijk niet meer vastgewerkt sinds. Um, en dus vorig jaar ja, wel met hier en daar nog wat klusjes, maar echt niet heel erg veel. Uh, dus dat, dat hapt wel snel uh, in yeah. een soort van in je potje. Uh, wat is je grootste dieptepunt geweest het afgelopen anderhalf jaar? Nou ja, dat was eigenlijk deze december, want uh, toen, had ik, toen was het geld een soort van op. En uh, tenminste, het geld was niet helemaal op, maar ik had een soort van de keuze gemaakt van, oké, okay, ik wil nu een product launchen, daar heb ik nog een klein beetje voor nodig. Uh, maar ik wist ook dat als ik dat uitgaf, dat ik gewoon ook geld ging uitgeven wat ik nodig had voor mijn huur. Ja, om te leven. <laughs> om te ja. leven dus echt zeg maar het laatste geld en toen maakte ik me best wel zorgen want toen dacht ik van ja ga ik kan twee dingen doen of ik kan nu niet verder gaan en een soort van wachten tot het, totdat ik weer geld heb en dan weer verder gaan of dan pas weer verder gaan of ik kan nu het laatste beetje nog pushen met deadline die ik had voor mezelf wat gezet halen uh, maar dan weet ik niet precies uh, hoe ik uh, uh, ja januari tot en met uh, waar we nu zitten en en verder ga overleven ja en uh, um, en ik had toen ook helemaal geen klussen en ik, ik was al heel erg lang had ik geen freelance klussen meer gedaan. De laatste klus die ik had gedaan was van de zomer. En het was een, een, een soort van Instagram story voor, uh, voor, voor een bedrijf. Yeah. Uh, het is ook niet zo heel erg uh, groot. Uh, dus ik zat toch echt wel een beetje zo van, shit, wat als ik straks gewoon geen geld meer of geen inkomen heb? Of wat als ik straks gewoon geen klussen meer krijg om, uh, yeah. uh, om wat mee te verdienen? Kan jij dan heel erg goed, want wij kennen elkaar van af en toe een paar keer ...maar ik ken je verder niet. Kan jij goed je rust bewaren dan? Of heb je ook momenten dat je dan wel in emotie schiet... ...en even dat die trigger je emotionele brein lijkt, zo zeggen, aanschiet... ...van oké, okay, hoe ga ik in godsnaam hier uitkomen? En ik zie het ook even niet. Nou ja, dat was wel de periode dat ik dus uh, met het idee kwam om nog een bedrijf te beginnen. Om een soort van pipeline business uh, eraan vast te, te, te voegen... Die uh, genoeg kan opbrengen, zodat ik wel door kan gaan yeah. met mijn business. En nou, daar zal ik straks wat over vertellen. Maar ik heb dus. Mijn plan is altijd gewoon: ik reken uit tot hoe ver ik kan gaan. En vanaf het moment dat ik in een soort van gevarenzone zit, dat, me, dat mijn tank op rood staat, dan weet ik oké, okay, ik moet nu eventjes... mijn, mijn prioriteiten shiften en iets anders gaan doen. En dat heb ik dus uh, begin januari gedaan. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon een week lang gaan kijken. waar kan ik mensen mee helpen om gewoon uh, financieel weer eventjes een paar, een paar maanden goed te zitten gelukkig, en daar ben ik gewoon super blij mee, eh, heb ik niks hoeven doen. Het was uh, de eerste week van januari, kreeg ik vijf aanvragen voor dingetjes. Ja. Uh, ik heb hoog ingezet bij alles, want ik had zoiets van, nou, ik heb nu toch een soort van keuze, I guess. Uh, ja. Drie of twee dingen daarvan aangenomen en, en nu zit ik weer even goed. Dus uh, uh, ja, het, het, ik weet niet, het, het, het is een beetje zonde om daar te lang over te stressen, want vaak ja. komt het wel weer goed. Alleen het is wel iets waar je bewust van moet zijn. En een van de dingen waar ik heel blij mee ben dat dat is gebeurd, is dat ik gewoon constant bij mezelf zat te denken: Damn, ik had niet zoveel geld moeten uitgeven aan een logo. Waarom ja. heb ik dat gedaan. Ik had, uh, ik had een maand langer of twee maanden langer kunnen leven als ik dat logo niet had uh, of zelf had ontwerp, ontworpen. Dus ik, ik heb ook tegen iedereen die zei: soort van zeker mijn ouders, die waren best wel gestrest voor mij. Die hadden ook iets van ja, dan straks moet je weer thuis komen wonen en dat soort dingetjes. En uh, ik had tegen ze gezegd: van ja. Ik ben gewoon heel blij dat het nu is gebeurd, want uh, uh, hier heb ik een soort van, van geleerd, denk ik dan. Ja. En, uh, uh, en heeft iedere ondernemer dat niet? Dat je even zo'n momentje hebt dat, het, uh, uh, dat je op het randje zit van, gaat het wel of gaat ja, het niet man. lukken? Ik heb misschien uit eigen uh, portfolio nog een, nog een verhaal. Ik was vorig jaar zijn met jongens naar de Moorland gegaan. Um, en ik denk dat wij een beetje hetzelfde... Nou, de, dezelfde uitdaging hebben is dat als je inderdaad een community of een groep mensen bij elkaar probeert te brengen en daar niet meteen de focus op verdienmodellen hebt, maar vooral in het op de mensen, ja. dan moet je veel zelf financieren en ik weet niet dat ik daar naartoe ging en vanuit mijn bedrijf werd een factuur door een klant niet betaald niet op tijd. En voor Tomorrowland moest ik gewoon een heel team daar naartoe sturen. Hotels, boeken, gear, weet je al, de hele, hele zooi. Ja. En ik weet nog dat die factuur niet op tijd binnen was. Omdat ik naar mijn rekeningen keek en ze stonden allebei gewoon op min duizend. Ja, ja, en dan ga je naar België toen dan moet je daar wel natuurlijk de show eh, draaiende houden. Um, en toen, ik weet nog dat mijn, mijn hoofd telkens tussen opnames door daar naartoe schoot. Weet je, van oké, okay, hoe ga ik dit fixen? En op zondagnacht, vier uur nachts zat ik weer thuis met al mijn spullen, want we waren terug. En toen keek ik op mijn bankrekening. Was die factuur betaald? Ja, ja. En daarmee was alles weer voor een bepaalde tijd goed. Maar ik weet niet of ik toen echt dacht van... Oké, okay, was dit een soort test of zo? Ja, van, van wat was dit? Maar het, ja, het, het was er. En toen was het weer oké, okay, maar... Ja, ik, ik dacht wel van oké, okay, ik kom zo meteen thuis en, en nu zeg maar. Ik kan ja, letterlijk geen precies. boodschappen kopen. Dat je al een soort van de appjes klaar hebt staan met hé, hey, sorry, maar ik moet je later betalen of... Uh, of, uh, of ja, ja, inderdaad. eigenlijk wel. Ja, die nederigheid. En ook wat je zegt, uh, thuis gaan wonen bij je ouders. Ik heb een aantal ja. bevriende ondernemers, die hebben een periode van anderhalf jaar gewoon gezegd van ja, ik wil elke euro ja. die ik heb in een bedrijf stoppen en anders lukt het me niet, dus ik ga gewoon weer thuis wonen. Op je 28e dan bijvoorbeeld of zo. Ja, dat ja. zijn wel de investeringen die later... Uh, de mooie verhalen opleveren, maar op het moment zelf niet. Uh... Nee, ja, ik, ik zie het allemaal als een soort van ervaring. En ik heb altijd een soort van... Ja, ik, ben daar, ik heb daar ook wel geluk in, volgens mij. Maar ik heb altijd gewoon ook zoiets gehad van... Als het niet lukt, dan uh, heb ik er heel veel van geleerd. En dan heb ik zo'n bak ervaring. Ja. Ik, ik kom vast wel weer aan, aan werk. Ik, ik kan vast wel weer ergens aan de slag om een soort van iets nieuws te gaan doen. Alleen het is, het is wel heel erg lastig om zo'n... Dat zal je ook wel hebben. Als je zo'n zo passie hebt voor een bepaald product of een bepaald concept, dat je dat dan los moet laten, omdat er externe factoren zijn die, die, uh, ja, die tegenzitten. En ik bedoel, want je kan nog zoveel passie hebben voor iets, maar als er geen geld voor is, uh, ja, dan houdt het op. Ja, zeker. Uh, dus het, is, het lijkt me, zeg maar, dat is het grote ding waar ik ook mee zat, waar andere mensen, uh, mijn vader, die maakte een beetje zich zorgen voor mij, want die had zoiets van ja. Je moet ook niet doorslaan in het idee als in als het echt niet lukt, wees je dan bereid om het los te laten. Ja. Um, en dat is, ik denk dat iedere creative dat wel een beetje heeft. Van ja, nee maar, ik weet dat het gaat werken. Uh, en ik weet dat dat ik gewoon nog iets langer nodig heb om het te laten werken. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar een soort van balans in te vinden. En ik weet nog niet eens of dat ik dat heb gevonden nu. En misschien dat het nog steeds niet uh, een product is wat echt... Uh, um, wat echt baanbrekend is. En wat ik wat, wat in mijn hoofd heel erg gaat aanslaan. Misschien slaat het uiteindelijk helemaal niet aan. En dan moet, moet ik bereid zijn om het soort van los te kunnen laten en zeggen. Ja. Oké, okay, op naar de volgende. Maar, ja. maar daarom heb ik des te meer respect voor jou, dat je nu op dit moment hier op deze bank zit. Want ik nodig best wel vaak mensen uit die nog midden in een proces staan, waar de kans dat het niet gaat lukken, nog veel groter is dat het wel lukt. En dan is toch vaak de reactie van ah, ik wacht nog wel even inderdaad, tot ik wat meer kan vertellen. Ja. Uh, en dan probeer ik altijd uit te leggen van nou voor, voor onze doelgroep is dit juist heel interessant, maar ik begrijp hoeveel. Natuurlijk vertel je liever dat het allemaal is gelukt of goed gaat of zo. En ja. uh, niet dat het nu niet goed gaat trouwens, want nogmaals, de lancering, de eerste launch is in ieder geval geweest, toch? Je hebt super veel feedback gekregen. Ja, ja, ja. Uh, de, dus dat is weer hoe je ziet hoe je uit dat dal kruipt en dat het, dat het dan lukt. Dat vind ik des te mooier. Nou ja, ik, ik moet wel zeggen, ik heb jou natuurlijk. In de zomer ook al gesproken, toen heb ik het wel een beetje afgehouden. Ja. Uh, ook omdat ik toen nog midden erin zat. En het is niet dat dat niet interessant is. Want precies ook waarom je dit maakt, is om er een soort van achter te komen uh, door dat proces heen, hoe het, hoe het lukt. Uh, ik heb dat zelf ook gehad. Uh, ik had je toen ook al verteld dat ik heb uh, iedere, iedere zoveel weken, iedere maand neem ik een eigen podcast op, in mijn eentje thuis. Ja. En dan ga ik gewoon vertellen wat ik die maand heb meegemaakt, wat ik goed heb gedaan. Uh, waarvan ik denk. Waar ik dan mee aan de slag moet gaan, hoe ik me voel over het product. Nou, dat doe ik nu. Uh, ik heb nu 13 afleveringen op mijn computer staan. Ben ik niet van plan om binnenkort te releasen. Ik wil daar echt, echt nog even mee wachten. Uh, maar het is wel goed om af en toe bewust te zijn of dat je dat nou in een gesprek doet. Op bijvoorbeeld een podcast als hier. Of met een, met een goede vriend. Of dus alleen uh, of achter je computer ja. tegen jezelf. Ik denk dat het wel goed is om af en toe een soort van... Uh, eerlijk te zijn over hoe je je voelt bij het proces en waar je je mee zit, of wat je juist meer enthousiasme geeft. En ik vind nog steeds af en toe luister ik terug naar de podcast die ik zelf heb gemaakt vorig jaar in maart. Om gewoon te kijken, die, heb ik die enthousiasme nog die ik toen had? Is ja. dus het idee wat ik toen had verteld in die podcast, is dat nog steeds hetzelfde als nu, of is dat dramatisch ontwikkeld. En dat is ook weer zoiets van daar leer je gewoon. Je leert van jezelf door open te zijn over hoe ver je in het proces bent. En als je als ondernemer heel veel passie hebt voor een project en je blijft een soort van ontwikkelen zonder dat je iemand update over waar je bent of zonder dat je inderdaad op een podcast wil gaan of zonder dat je überhaupt tegen jezelf eerlijk bent over hoe het gaat, dan uh, vliegt de tijd voorbij en heb je eigenlijk krijg je he eigenlijk helemaal niet zo veel voor, me veel voor elkaar. Uh, um, ja. Want je weet, niet, je weet niet wat je goed doet en je weet niet wat je niet goed doet als je het een soort van heel close houdt. Ja, er is letterlijk ge geen spiegel. Niet van jezelf, niet van anderen die er iets aan kunnen hebben of van een team of iets dergelijks. Ja. En dat is natuurlijk ook vaak waarin met een team. Um, ik kan me voorstellen, jij bent degene die die visie heeft. En zij gaan daar natuurlijk wel in mee, maar er is niemand denk ik, die bij jou checkt van jou, Paul, hoe gaat het? Want dat is jouw rol naar hun toe meer of zo. Ja, precies. Nou, en ik denk dat het in veel gevallen, ik heb natuurlijk wel mensen die af en toe met me inchecken van nou uh, waar je mee bezig bent, vind je dat nog leuk, uh, hoe gaat het, dat soort dingetjes. Maar als ik ja zeg, dan is, dan is dat het. Ja. Uh, dan hou je alleen maar jezelf voor de gek. En natuurlijk kan je dat ook in een podcast doen, maar ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, ik ga gewoon een podcast soort van achter uh, gesprek met mezelf aan en gewoon heel eerlijk daarin zijn. Dat Daar heb ik ook uitgesproken, sommige dingen die ik heb gedaan uh, in de ontwikkeling, waar ik gewoon... Waarvan ik achteraf achter kwam van, nou dat was gewoon een domme move. Zoals uh, een logo uh, kopen. Maar ook bijvoorbeeld uh, in de zomer was ik op zoek naar investeerders. En ik, 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 ik ging online opzoeken hoe, uh, hoe schrijf je een businessplan. En yeah. hoe, hoe maak je een pitch deck. En daar ging ik gewoon mee aan de slag. En daar ben ik echt wel een maand, als, als niet anderhalve maand mee bezig geweest. Om één pitch deck echt gewoon goed voor elkaar te krijgen. Yeah. En toen had, ik, uh, toen had ik uiteindelijk gezeten met... Uh, uh, Mariette, ook een ex-collega van Go Spooky, die werkt nu bij Reddit. Ja. Die heeft mij toen, een, heb ik een strategiedag met haar ingepland. En die heeft gewoon het hele deck een soort van gezegd van... Ja, maar wat leg je nou precies mee uit? En dit en dit moet anders. En, uh, wat waren een aantal doen? tips die zij je gaf dan? Nou ja, ik zat heel erg op het uitleggen. Het, het platform wat ik aan het maken ben is super complex. Uh, dus hoe vertel je dat in tien pagina's? Dus mijn processie was een beetje een soort van het probleem de uh, opportunity, de solution uitleggen, de standaard slides en vervolgens uitleggen wat ik dan ga bouwen, een klein beetje voor wie ik het ga bouwen en uiteindelijk wat ik nodig heb. Ja. En het, ze zei van, ja, maar je moet veel meer gaan zitten op, uh, zeg maar, een, een investeerder die maakt niet precies uit hoe het platform werkt of uh, wat de functionaliteiten, directe functionaliteiten zijn. Die willen meer weten wat is de waarde erachter, wat zijn je motieven achter het maken van een platform, hoe moet een community zich uiteindelijk gaan voelen of hoe moet dat zich blijven ontwikkelen. Wat is de waarde voor een community? Dus er waren een hele hoop punten die ik moest aanscherpen om uh, aan investors aan te tonen dat wat ik aan het maken was, niet technisch gezien alleen maar heel goed was. Maar ook gewoon vanuit een why heel erg goed was. Ja. Dus ook gewoon duidelijke, een duidelijke missie hebben voor het bedrijf. waar, waar staat het bedrijf voor? Uh, wat zijn de values van het bedrijf? En dat waren allemaal dingen waar ik nog niet over na had gedacht. En eh, toen had ik in die podcast tegen mezelf verteld. het was toen ook zomer, dus iedereen was een beetje offline. En het was ook niet zo heel erg makkelijk om te sparren met mensen. Maar toen had ik in de podcast tegen mij gezegd: Ik had veel eerder met mensen moeten gaan zitten. Met strategen moeten gaan zitten over dit soort, uh, over dit soort zaken. Dan was ik niet anderhalve maand kwijt geweest aan, uh, ja, aan een soort van het zelf proberen. Ja, te, precies. Te fixen. Ja. Dat is weer die analogie van het huisbouw eigenlijk, wat je in het begin benoemde. Van, uiteindelijk is het wel dat inderdaad, van als je net iets sneller... Uh, want ik herken dit, ik heb de laatste twee maanden inderdaad in de pitch decks gezeten. Om dat een keer helemaal uit uh, te spelen. En toen dacht ik ook van, wauw, ik ben hier gewoon twee maanden mee bezig. Ja. Uh, wel hulp gevraagd voor design, eigenlijk een beetje het logo design gedeelte. Maar misschien voor de inhoud was het nog veel doeltreffender geweest. Dat heb ik pas in het latere gedeelte van het proces gedaan. ja Ja, en weet je... Ik wil niet te veel de andere kant ineens opschieten, maar weet je wat ik dus nu doe? Uh, tegenwoordig check ik al mijn uh, concepten en mijn, uh, en mijn strategie vaak met, uh, met AI. Ja, yeah. uh, dus ik, ik leg een soort van mijn, mijn probleem voor aan een AI en dan vraag ik die AI om, om oplossingen. En vaak merk ik dan dat de oplossing die ik zelf had verzonnen terugkomt in de antwoorden van zo'n AI. Ja. Yeah. Uh, en dan dat, dat werkt als een soort van bevestiging <laughs> voor mij van. Uh, ja, een van de dingetjes is dus bijvoorbeeld. Um, wat was ik ook weer laatst gevraagd? Um, ik weet niet meer zo goed. Volgens mij was het iets over hoe, hoe een. Uh, ik, ik was heel erg van mening dat omdat we nu allemaal opgroeien met iPhones, games en dat soort dingetjes. dat we veel meer visueel zijn ingesteld. En het verbaasde mij een beetje. Uh, dat is ook een van de, de USB's van mijn platform is het verbaasd me zo dat al die platformen megastatisch zijn. En gewoon totaal niet immersive. En het is allemaal scrollen and liken and ja. en liken en that's it. Bij jou en, loop je echt op een wereld heen. Hè? Dat is eigenlijk zoals je een game voorstelt. Precies. Ja, dat is de, de interface waar je naar kijkt. En ik snapte gewoon niet helemaal waarom um, de generatie onder ons... en de generatie die er nog aan zit te komen... niet of accepteren dat Instagram zo boring eruit ziet... Uh, dus toen vroeg ik aan AI van Nou, hey, um, wat zou de toekomstige doelgroep uh, vinden van een platform wat, uh, wat, wat statisch is, ter, vergeleken met een platform waar ze wat meer interactieve environment hebben. Waar ze doorheen kunnen lopen of waar ze wat meer thuis in kunnen voelen of waar ze wat meer creativiteit in kunnen expressen. En die AI is ook van: ja, het is logisch dat omdat iedereen opgroeit met games en, en, en mobiel en weet ik veel wat. Dat ze uh, visueler zijn ingesteld en dat de prioriteit of de, de voorkeur in de toekomst zal gaan naar, um, ja. naar een visueel stimulerende uh, uh, platform ten opzichte van wat statische platformen platform. Uh, wat super grappig is, want dat zijn dingetjes. En dan vroeg ik naar een studie en dan, uh, dan krijg je een paar linkjes van verschillende studies die zijn gedaan. Is natuurlijk, het is wel obvious, maar het is wel lekker om een soort van... Het is een, een AI-sparringspartner. Ja, dat heeft. eigenlijk wat we net zeiden. Want soms is het ja. natuurlijk lastig om direct de juiste persoon te bereiken... die je uh, uh, kan helpen of wil te helpen. Of uh, er hangt wel een bedrag aan vast... wat je wellicht op dat moment niet kan betalen. Ja. Dus dit is natuurlijk een manier inderdaad... Ik weet niet, ik heb het toen inderdaad ook gedaan met dat deck. Dat ik gewoon mijn strategie of ja mijn pitch bijvoorbeeld... ook probeerde te, te onderzoeken daarmee. Dat ik dacht van, oh, het, het werkt wel even snel. Ja. Um, om even snel, ja, zegt, die feedback te krijgen, misschien is het niet in die end dat je het compleet erop gaat bouwen, of waarschijnlijk niet. Maar het geeft je wel even één of meerdere, of tien of twintig perspectieven. Het geeft je ook gewoon een hele hoop inspiratie, denk ik. Ja. Uh, uh, en ik denk dat, uh, ja, ik gebruik het dus echt heel erg veel en ik heb het ook gewoon in mijn workflow helemaal uh, geïntegreerd. Dus ik gebruik het zelfs voor kopie om, uh, om teksten te controleren en ja. her te schrijven. Uh, zodat het allemaal wat, wat want ja. Als je niet native-Engels bent, ik, ik, ik heb, kan best wel goed Engels praten en ik kan best wel goed Engels schrijven. Maar het is toch altijd lekker als een AI gewoon eventjes uh, net wat zinnen kan corrigeren of Zeker. Wat mooiere woorden gebruiken. Dus ik, het is echt, uh, ik gebruik het de hele dag door. Ik had laatst een audio van een video uh, was slecht. Uh, klopte niet helemaal. Toen heb ik eerst een audio-engineer gevraagd, van, kun je dit fixen? Mm -hmm. Lukt uiteindelijk niet. En het was echt een professional. En het had eigenlijk iets van 300 of 400 euro uit kosten om het te fixen. Toen ging ik google en uiteindelijk kwam ik bij een AI tool die ook pretendeerde audio te kunnen fixen. Ja. Um, free trial. Ik uploadde het bestand en het was clean as hell. Ja, ja, ja. En toen had ik even van: wauw. En deze AI heeft nu een uh, professional echt een expert geoutplayed. En ik heb nu 400 euro bespaard. En dit is allemaal gebeurd binnen echt 10 minuten tijd of zo. Ja, het is, het is echt als je nu als je als uh, ondernemer of als beginnende ondernemer niet AI in je workflow uh, verwerkt, dan uh, um, dan geef je dan, nogmaals, dan geef je echt te veel geld uit aan dingen die je niet, niet nodig hebt. Yeah. Of, of dat het nou copywriting is. In het begin, ja, je kan een copywriter vragen om, om je website copy te schrijven en heel veel geld er aan kwijt zijn. De kans dat je het website copy in de toekomst moet aanpassen is super groot. Laat het lekker door AI schrijven. Pas een paar dingetjes aan als je het net anders wil verwoorden. Uh, maar Integreer het in je systeem zodat je die, die fouten en tijd en, en, en geld niet kwijt bent aan dingetjes die je nu nog niet echt nodig hebt. Ja, laat het je helpen. En het wordt er zelf uh, slimmer van. Ja. Vond ik ook wel mooi dat Ron Simpson die zei een keer van het is niet bedoeld ter vervanging van mensen en bepaalde uh, expertise, maar het is wel vooral bedoeld ter vervanging van te dus zaakjes domme taken. Dus taken waar je zelf eigenlijk niet te veel tijd aan kwijt wilt zijn, uh, of ja. waar je sneller of goedkoper doorheen wilt gaan, ja, dan... dan je. Dat is natuurlijk hetzelfde om daar heel even aan te, aan te stippen. Maar bijvoorbeeld toen jij in de tijd dat jij met Bram Krikke uh, werkte, uh, ja. jullie waren een team, eigenlijk een soort twee-eenheid, waarmee hij ontzettend snel naar 1 miljoen volgers op Instagram is gegroeid. Ja. Um, maar in die tijd, als je dat vergelijkt, was Instagram natuurlijk ook nog veel meer een tool die jouw groei als merk kon stimuleren dan nu. Waarmee ik kwam meer bedoel... dat het platform zo verzadigd is dat. Het um, destijds gewoon meer opportunities gaf, toch? Nou, of zie je dat anders? Het, het was no nee, het, het destijds was het ook al best wel lastig om een soort van ja. uh, echt je content naar voren te krijgen. Ik denk dat de het, uh, de content die ik met Bram heb gemaakt destijds die was zo puur vanuit passie gemaakt, zonder een advertisements deal vast, zonder een soort van agenda om om te groeien. Het was gewoon echt puur uit een soort van nou. Twee jongens gaan met, met passie gewoon iets doms maken. En yeah. uh, soms lukt het wel, soms lukt het niet. Het was nooit echt op een regelmatige basis. We hoopten op één keer per week, maar soms was het twee per week, soms was het drie weken niet. Um, het was echt gemaakt op een, op een stukje passie. En, en omdat Bram natuurlijk zo'n enorm um, uniek karakter heeft en uniek karakter heeft geïntroduceerd op die hele social media scene, is het gewoon heel erg hard gegaan. Um, maar ik zou niet. Het is. Ik denk dat dat gewoon een goed voorbeeld is van content die voor viraal gaat. En het enige waarvan ik denk dat wij beter hebben gedaan dan de gemiddelde persoon die een viral video heeft, is dat we hebben ge, uh, gekeken naar wat het viraal heeft laten gaan. En daarop voorge ja. hebben. Dus we hebben gewoon gekeken wat heeft ervoor gezorgd dat mensen deze video wel of niet leuk vonden. Of hoe. Ziet die target audience van Bram er nou precies uit? En hoe kunnen we daarop voorwerken? Ja. Het was nooit gedaan met een met een intentie om te groeien. Het was meer gewoon echt gedaan op een intentie van nou, dit is leuk en dit soort content vinden we leuk om te maken. En als we daar net een klein beetje extra uh, aan toevoegen, dan kunnen we het ook nog heel erg laten passen bij een grote doelgroep. Ja. En, en wat dat... waren een aantal van die learnings van, van de is natuurlijk altijd, wat maakt een video die viral gaat, ja. maar wat waren een aantal dingen in zijn context dan waar jullie achter kwamen van hé, hey, dat, dat werkt goed, ik noem wat als ik bijvoorbeeld... Um Chateau Meiland, iets wat iedereen wel kent. Ja. Je ziet gewoon dat die, die lach en die, die, die kreetjes en die woorden werken heel goed. Als ik naar QC bijvoorbeeld kijk, elke video begint standaard met een harde lach van QC, want die is zo aanstekelijk ja. dat ja. waarschijnlijk dat het element is wat in ieder geval bij hem altijd terug moet komen. Wat waren jullie ontdekkingen in die tijd? Nou ja, het was altijd een soort van mijn, mijn kracht van die hele video's was dat het uh, uh, geëdit was op een manier dat niemand anders echt deed. Als in, er werd nooit vaak uh, echt green screen werk en, en VFX werk gestopt in een Instagram video. Ja. Dus daar, daardoor was het al uniek op zichzelf. Maar um, we hebben natuurlijk heel vaak van die edits gedaan. Dat we bepaalde fragmenten pakten en daarop voor gingen borduren of, of branden in verwerken op een bepaalde manier. En ik denk dat de grootste key was natuurlijk, was in dit geval... Fragmenten pakken die al viral waren, die relevant waren op dat moment. Dus uh, Chateau Meiland als dat uh, een soort van nieuwe uh, prijs had gewonnen. Uh, ik weet niet hoe heet die, hoe heet die prijs nou? Ze hebben een prijs gewonnen. Ja, ze hebben een prijs gewonnen. Uh, ik weet Geen niet Geen televisiering, heeft. toen of wel? Of ja, was voor, het ja, wel ja, die? Ja, ja. Televisiering. Okay. ja, je weet dat als zij genomineerd zijn voor televisiering of ze hebben een televisiering gewonnen, dan is dat het moment om, om zo'n video te maken en om Bram te verwerken in een video ja. uh, uh, rondom dat, dat onderwerp. Dat zijn natuurlijk kleine trucjes die je kan doen om het verhaal te laten gaan. En dat is natuurlijk nu niet zo heel erg nieuw meer. Maar toen was het wel een hele goede strategie om gewoon te denken, nou we pakken content die nu al populair is en we gaan die uh, aanscherpen en we gaan daar wat meer mee doen. Uh, ik denk dat als we volledig random content hadden gedaan zonder inhakers te doen op bestaande media, dan was het ook niet zo hard gegaan. Dus het was, het was ook een beetje het type content wat we gingen maken. Ja. wat gewoon goed paste bij een grote doelgroep. En het haakje inderdaad van oké, okay, waar kunnen we het aan koppelen wat nu, um, ja. Wat nu werkt. Ja, interessant. Ja, en uh, uh, ja, vanaf daar is hij gewoon heel erg gegroeid. Ben ik heel erg gegroeid. Daar heb ik heel veel van geleerd op social gebied. En toen was me natuurlijk, daarna was mijn tijd bij Go Spooky, uh, ben ik hard gegroeid. Ja, ja, en dan, dan krijg je nog dat project met Don als je dat over greenscreens hebt, wat ik heel indrukwekkend vond, ook omdat ik het later pas hoorde. Um, in het kort, je hebt samen met Don Diablo een NFT-project gemaakt. Ja. Een 3D-concert. Eigenlijk vind ik concert nog niet dus helemaal ja. de juiste benaming. <laughs> het is eigenlijk gewoon een verhaal, het is een film, hoe, hoe je het ook wil omschrijven. Ja, ja. ja. Um, en die is voor meer dan een miljoen verkocht uiteindelijk. Ja. Dus mensen, de getallen geven het vaak toch wat context aan het geheel. Maar wat ik veel indrukwekkender vond dan alleen dat bedrag, is hoe lang en hoe intensief, als een ambacht en bijna een monnik, jij daaraan hebt zitten werken om dat te realiseren. Omdat er ook zoveel uitdagingen waren ja, uh, ja. waar je overheen moest stappen. Dat ja. vond ik wel interessant om even aan te stippen. Van, kun je daar ook de uitdagingen in uitleggen en hoe je daarmee bent omgegaan? Want ja, dan, dat hele project met Don was sowieso fascinerend, maar het was ja, in de core ook gewoon een passieproject. Ik heb gewoon uh, Don benaderd met de vraag van, nou hé, hey, ik wil gewoon iets super vets doen. Vind je het leuk om dat samen met mij te doen? En ik kende Don niet echt persoonlijk, maar contact via Via gekregen. En uh, we hebben gebeld en hij is altijd super enthousiast en uh, 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 ook heel erg vernieuwend en wil ja. ook allemaal nieuwe dingetjes doen. Je hebt een keer gezegd, sorry dat je onderbreekt, maar je moet een idee niet vertellen, je moet het verkopen. Ja. Want het zit bij jou in je hoofd, maar dus... Voor je Bel Don, hoe leg je zoiets uit? Want het is niet dat je gewoon maar ergens begint en in het wel de weg begint te praten, toch? M mijn strategie om dingen te verkopen aan mensen is gewoon vol passie. Gewoon zeggen, ja. hey, weet je wat vet is. Ik en, en dan gewoon echt met volle enthousiasme uh, gaan uitleggen wat je wil. Niet in het, in het, uh, probeer niet mensen te overtuigen wat er, wat er per se in zit voor hun. Zeker niet met zo'n project, maar probeer gewoon een soort van de impact van het project te laten zien uh, uh, met, met je eigen gedachten of hoe jij erover denkt. Dus ik, ik weet niet meer precies hoe dat gesprek is gaan... maar we hebben uiteindelijk volgens mij drie kwartier of een half uur gebeld... en gewoon gezegd van, hé, hey, weet je wat vet is? Hoe, hoe tof zou het zijn als jij in een ruimte zou staan, in space... alles wat er nu gedaan wordt. Het is nog steeds alle virtuele DJ-sets die er gemaakt. Het staat voor een stage en het is allemaal... Ze maken allemaal wat al bestaat. Maar wat als we nou echt compleet de andere kant op gaan? Wat als we jou in, in de ruimte zetten en er vliegen dingen om je heen? En jij, jij speelt met uh, vliegende objecten en we laten poppetjes rond, uh, rondrennen. En het is, we kijken uit op de aarde en het schip breekt. En yeah. gewoon echt uh, van, die, van, bijna van die kampvuurverhalen: dat je gewoon uh, om, om drie uur s'nachts rond een kampvuurtje zit en gewoon yeah. de meest domme dingen verzint. En heel levendig en beelding. En storytelling ja. is natuurlijk iets wat al continu... wat in jouw hele carrière verweven zit. Dus als je het verhaal kunt brengen... en het, het kunt visualiseren voor iemand... Ja, dan komt het natuurlijk binnen. Ja, en ik denk dat... Uh, ik, doe, ik, ik doe dat niet eens bewust. Maar het is gewoon... Als je met iemand een klik hebt... of je, hebt, uh, je weet dat iemand jou vertrouwt... of uh, iemand is net zo enthousiast over een bepaald onderwerp... als dat jij bent, dan gaat dat veel makkelijker. Uh, ja, ja. Als, ik, als ik dit verhaal zou moeten verkopen... met passie aan een... Aan een aan, aan Iemand die helemaal niet creatief is of helemaal niet voor zich kan inbeelden hoe dat eruit ziet, dan was het maar dan had ik het ook niet kunnen verkopen. Maar, maar, don die is ook een beetje zo'n uh, zweverige gast die dat voor zich ziet en ook heel creatief is, ja. met zichzelf, dus dat bij hem werkte dat heel erg. Met een klant zou ik dat niet altijd zo doen, uh, want die willen weer andere dingetjes horen. Ja. dus het is een beetje spreekt de taal van degene die uh, tegenover precies. je hebt. Ja, ja precies, uh, maar ja, toen hebben we dus dat project uh, zijn we gestart en uh, een aantal uitdagingen bij kijken. Allereerst van hoe ga je om met zo'n project en hoe doe je met, met wie moet je dat allemaal maken. En dat was wel echt een project wat ik dus voornamelijk in mijn eentje heb gedaan met hier en daar op een draaidag wat extra mensen erbij, maar het editen ervan was allemaal zelf. Um, en daar heb ik eigenlijk ook wel van geleerd dat je met een, met andere mensen moet samenwerken. Ik zou dat niet zo snel nog een keertje doen. Dat ja. was zoveel werk. Dat was echt gewoon... Iedere dag voor bijna een jaar lang heb ik daar uh, 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 gewoon in de avond aan moeten, moeten werken. Tot op het punt dat ik soms ook echt had van, nou ik, ik wil hiermee stoppen. Uh, maar ja, dan heb je zo'n grote naam, zo'n Don Diablo, die eraan aan vast zit. En dan ja. denk je, ja, ik, ik kan niet stoppen. Het is, er is geen manier om een soort van nu op te geven. Um, maar als ik dat nog een keer zou doen, dan zou ik het zeker niet alleen doen. Dan zou ik echt uh, ja. een heel team eraan vastplakken om het te maken. Um, en ook daarbij natuurlijk, toen jij dat nog aan het editen was, wist je helemaal niet dat dat meer dan een miljoen waard ging zijn. Nee, dat was natuurlijk ook helemaal niet de drijfveer. Hè? Want ik begrijp volkomen wat jouw drijfveer was, maar meer omdat dat vaak hetgeen is wat nu de aandacht pakt. Daarom zei ik het in het begin ook even: ja, een project van meer dan een miljoen. Maar terwijl je dan aan het editen bent, eigenlijk net zoals wat je in het begin omschreef, toch? Van ja, ik kom eigenlijk even uit een periode waarin ik gewoon een jaar lang bijna geen feedback heb gekregen. Je bent het zelf nu aan het creëren. Ja. Uh, ik denk vaak dat mensen zich dat niet zo goed kunnen voorstellen, omdat het vaak pas wanneer het zich heeft gemanifesteerd, zien wij het allemaal. En dan kun je het al aanraken en je kunt er een headline van maken. Dus die onzekerheid is dan compleet weg. Het is heel zeker wat het is. Precies. Maar die, die hele aanloopfase weer van een jaar eigenlijk, continu elke avond eraan werken. En wat ik zou als monnik, want ik begreep dat je alles helemaal handmatig moest, Je de belichting of iets eerlijks. Ja, wat, wat uh, het, het hele punt was, waarom ik er ook zo lang mee bezig ben geweest, is: wij hadden, uh, 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 ik had Dom voor een greenscreen gezet. En ik had uh, zijn lichttechnicus ingehuurd om, te, om een soort van hele stellage te bouwen. Uh, dat er ook verschillende lichten, net als dat je in een normale uh, DJ-show zou hebben. Um, maar daar zat dan het probleem achter van een greenscreen, die wil je niet dat die verkleurt. Dus ja. je moest het op zo'n manier schieten dat uh, Don in het midden van de ruimte stond. Hij wel met kleur belicht kon worden. Uh, of uh, met belichting uh, die bekleurd was. Uh, uh, belicht kon worden, I guess. Ja, uh, ja je zag de kleuren op hem inderdaad schijnen. Precies. Uh, ja. als, als het licht uitstond, moest hij zwart zijn, maar je wilde nog steeds een greenscreen erachter zien omdat jij moest uitkieën. Dat was al een soort van enorm tricky en niet helemaal gelukt. Dus uiteindelijk moest hij, die, die hele key, moest handmatig uh, gefixt worden. En tegelijkertijd, uh, en dat was gewoon stom, want achteraf heb, weet ik nu hoe ik dit soort dingetjes makkelijker en kan automatiseren, maar al die lichten waren gerandomized en was gewoon uh, een jong achter een paneel die aan het schuiven was op de muziek. Ja. En al die lichten moest ik namaken in 3D en hand één voor één aan en uitzetten nee, op nee, het moment dat hij aan het schuiven was. Nou, dat waren een stuk of 30, 40 lichten die om hem heen stonden. Ja. Dus uh, als hij een soort van wit lampje rechts openschoof, dan moest ik in 3D dat lampje namaken, openschuiven op het juiste moment en weer dicht schuiven op het juiste moment. En dat doen voor, nou, ik heb in totaal... Uh, daar heb ik op een gegeven moment ook hulp voor gevraagd hoor. Maar ik, in totaal zijn er volgens mij 600.000 keyframes geplaatst. Ja. Uh, <laughs> alleen maar voor het licht open en aanschuiven. Nou, het, dat... Ook heel nog één keer? 600.000. 600.000. Ja, ja, ja. ja, dat is ik ziek. Dat uh... ja, het, het was ook echt niet leuk. Het is ja. echt uh, te veel werk. En dan heb je ook een computer die het eigenlijk niet helemaal aankon, want het is super zwaar. Uh, en ja, de resultaten van eigenlijk is het. Uh, want uiteindelijk is het dus een soort van: uh, niemand heeft die set gezien. Hij uh, is verkocht en het is echt ja. een stunt geworden. Maar ik had het natuurlijk liefst aan iedereen willen laten zien. Alleen hij is gewoon niet, uh, uiteindelijk niet gepubliceerd. Ja, precies. Ja, want de bedoeling was inderdaad in het begin niet om te verkopen, maar om nee. gewoon openbaar te uploaden. Nou ja, dat, dat wisten we nog niet eens. Dus het hele concept was eigenlijk van, nou, we willen hier wat mee gaan doen. Maar misschien gaat het op Netflix. Misschien gaat het op, uh, op, op Amazon Prime. Misschien gaat het gewoon op YouTube. Ja. Misschien wordt het een soort van. Uh, uh, wat we gaan verkopen als het ticket we wisten nog helemaal niet wat ermee ging gebeuren dus het was gewoon een pasproject waarvan we wisten de uitkomst wordt vet wat we ermee gaan doen dat heb ik bij Don gelaten ja en uh, toen het eenmaal af was was ik ook echt klaar toen dacht ik ook echt van nou ik zie wel wat ermee gebeurt en het is leuk om te zien dat het dan uh, uiteindelijk zo is afgerond en hoe ik heb er zelf ook heel veel uit kunnen halen gelukkig ja uh, ja, want even voor zo. de duidelijkheid: inderdaad, dus niet dat dat gewoon 50-50 is gesplit. Um, uh, je hebt wel een, een percentage gekregen voor je werkzaamheden, et cetera. De reden dat ik dat benoem is omdat ik dat ook goed vind om te benoemen. Want jij hebt in het begin gewoon gezegd: van hey, dit is mijn idee. Ja. Ik wil dat dit de wereld in komt. En ik weet ook heel bewust dat ik daar heel veel mensen mee wil bereiken. Dus dat ik dat niet met uh, ja, Jantje om de hoek kan gaan doen. Ja. Dus de storyline matcht ook heel erg goed met Don. En wat hij allemaal doet en waar die voor staat. Uh, maar uiteindelijk in zo'n samenwerking zie je dus wel inderdaad, ook voor jouw werk, dat je er meer uit kan halen dan alleen geld. Want vaak is ja. geld natuurlijk de focus. En jij hebt gezegd van nee, ik zie op lange termijn veel meer voordelen dan puur het financiële wat korte termijn is. Nou, ja, op dat moment. Kijk, uh, 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 ik heb financieel was het, uh, was het niet per se de beste move voor mij om dit te doen. Als je kijkt naar hoeveel tijd die erin zit, heb ik niks erop verdiend. Ja. Um, maar. Vanaf het moment dat het dat het gepubliceerd was en verkocht was um, als een NFT concept. Kon ik natuurlijk wel een soort van, zeker in Nederland, ook een beetje in het voortouw nemen. En gewoon mezelf presenteren als een van de eerste in die nft scene. En daar weer heel erg veel business uithalen. Dus het was ook echt wel heel erg goed dat ik gelukkig uh, heel erg. Ik was al heel erg bezig met NFT's toen dit al bovenkwam. En ook daar zaten Don en ik op één lijn. Ja. Uh, maar het was voor mij een hele mooie springplank om ook echt een soort dat stukje. Uh, NFT te, te claimen als een soort van uh, uh, op aanleiding van. Precies, dat project. ja. Dus ik heb er ook heel veel business uitgehaald en ook heel erg veel uh, gesprekken op uitgehaald en ook heel erg veel van geleerd. Dus uh, of dat het nou wel of als al had ik er niks mee verdiend, al had ik er alleen maar geld ingestopt, dan uh, was het nog steeds het, het waard geweest. Ja, je merkt als een malle gelanceerd natuurlijk daarmee dat. Uh... Ja, ja, precies. En ik denk wel dat daar moet je actief voor wat voor doen hoor. Zeg maar dat soort dingen komen niet vanzelf. Ik heb ook heel veel mensen gehad die heel groot, hele grote projecten hebben gehad, net niet helemaal goed hebben aangekondigd of alleen op hun social media en het dan laten gaan. Ja. Um, en ik, ik heb dat zelf ook wel Is dat ik een soort van project doe en er niet echt mee. Naar, zeker, ik ben helemaal niet iemand die veel op de voorgrond staat met mijn projecten, uh, maar ik zorg er wel altijd van dat uh, de belangrijke dingetjes, dat mensen in ieder geval weten dat ik het heb gedaan. Of dan weet ik dat, of ik wil in ieder geval dat ze bij mij eindigen als ze het iets vergelijkbaars willen hebben. Ja. Uh, dus het is... Ja, ik, ben, ik heb er gelukkig wat uit kunnen halen. Uh, en anders dan had ik het alsnog uh, uh, als passieproject. Wat is het belangrijkste wat je van Don hebt geleerd... Om, om met iemand zoals hij te werken? Want hij is ook een enorme creatief natuurlijk. Uh, creëert allerlei werelden, zowel binnen de kunst als muziek. Uh, wat is hetgeen wat je van hem is bijgebleven als je aan terugdenkt... van hé, hey, dat neem ik wel mee in mijn eigen toolbox eigenlijk? Uh, nou, het belangrijkste wat ik van hem heb geleerd is dat... Zeg maar, ook als je zo lang aan een project bezig bent, uh, met een project bezig bent, dan is het best wel lastig om een soort van kwalitatief op een niveau te blijven. Als in, op een gegeven moment ga je gewoon dingetjes een beetje afronden en er kwam niks langs doen. Uh, dingetjes die net niet goed waren, uh, hij zei van hey dit is niet goed, dit moet beter. Yeah. En dan denk je, shit, ik, ik heb geen zin om weer zeg maar, zoiets kleins te gaan fixen. Uh, maar het, het moest echt perfect zijn. Uh, en als je heel erg lang zelf met een project bezig bent. Als ik een Don Stoenis had, had ik ook gezegd... hé, hey, dit moet net wat beter. Maar ja, als je heel lang zelf ermee bezig bent... dan ga je op een gegeven moment een beetje je prioriteiten stellen... op wat, wat het belangrijkste ja, ja. is aan kwaliteit in zo'n project. En hij heeft me wel echt geleerd dat... als je gewoon een kwalitatief goed project wil leveren... dan moet je ook heel streng naar jezelf zijn als het gaat om kwaliteit. En dan moet je gewoon... Um, ja, ik, ik denk dat kwaliteit herkennen is een skill op zichzelf. Ja. Uh, sommige mensen die herkennen niet... Uh, hoe ze het net wat beter kunnen maken. En ik heb dus van Don heel erg geleerd... om die kwaliteit constant te controleren bij mezelf ook. Uh, dus constant om te kijken van... Nou, even, even helemaal vanuit de persoon die het heeft gemaakt... op neerkijken op het product en te zeggen van... en uh, gewoon neerschieten wat niet goed is. Want soms dan is het zo'n passieprojectje dat je denkt van... ja, maar het is mijn kind, dit, dat is perfect. Dan ja, ja. denk je van... nee, als je even uh, ernaast gaat staan en er opnieuw naar gaat kijken... Dan zijn er echt nog wel dingetjes die verbeterd kunnen worden. Dan moet je niet, dat, heet, dat heet al perfectionisme, maar daar moet je niet te veel in doordraaien. Uh, maar ik denk wel dat het super belangrijk is om een soort van te leren um, hoe je kwaliteit moet herkennen en hoe je eerlijk tegen jezelf moet zijn over die kwaliteit. En hoe je dat... Ja, geen, geen blinde vlekken die, uh, die juist ervan weghouden door je enthousiasme of door je passie die we net al hebben besproken. Wat enerzijds een kracht is, maar anderzijds natuurlijk ook ja. kan doorslaan naar de, naar de andere kant. Precies. En ik denk dat... met het project wat ik dan nu aan het maken ben, dat Cloud Citadel, um, ik ben constant bezig met controleren of dat die kwaliteit onpar is op zeg maar of dat ik, of dat in de ook met die podcast dus terugluisteren naar wat ik er toen van vond en ja. er toen instond, heb ik dat nog steeds. En is wat ik nu aan het maken ben, is dat wat wat mijn eerste concept was? Is het het niet of komt het niet in de buurt? Dan weet ik dat ik ergens een soort van heb ik een shortcut genomen die ik niet had moeten nemen. Ja. En, en daar kan ik dus best wel goed nu mezelf op controleren om, om dat te vermijden en om te zorgen dat die kwaliteit die ik in mijn hoofd had zitten aan het begin nog steeds dezelfde kwaliteit of beter is uh, in een later stadium. Ja, hoeveel is de versie van je concept van Cloud al zit je nu? Vanaf oh, ja, het begin is... zeg maar tot aan de, de iteraties die je nu allemaal gaat? gehad? Het is, het, nou het, moet ik eerlijk zeggen dat het concept, de core van het het product is nog exact hetzelfde als het was. Alleen ik heb andere prioriteiten gesteld. Ja. Dus ik heb gezegd, hey, dit is belangrijker voor een community. Of dit is belangrijker voor een MVP-product of een alfa product dan dit. Dus um, ik heb veel meer kritisch nagedacht over niet alleen oh, dit is vet, maar ook gewoon van alle dingen die vet is, zijn dit de belangrijkste dingetjes waar ik mee moet beginnen. Ja. Um, dus er zijn zeker heel veel versies. Maar de core van het, van het idee staat nog steeds. En ik moet nog steeds zeggen, en dat kan ik tegen iedereen zeggen. Als een concept wat je zelf verzonnen. na meerdere maanden en, en meerdere keren met mensen gesproken te hebben. als je daar nog steeds enthousiast over bent. dan, dan zeg ik uh, ga er wat mee doen. Want dan is het een goed concept. Maar dan hoef je van niemand meer echt de confirmatie te hebben. als je zelf na maandenlang nog steeds even gepassioneerd bent. op een concept als dat je was toen je begon. Dan, uh, dan, dan, ga je de, dan zit je de goede kant op. Yeah. Ik, zoals ik al zei in het begin... ik heb dan nog steeds af en toe mijn twijfels over... of dat je de juiste kant en de juiste details aan het werk bent... of dat je de juiste effectiviteit en efficiëntie hebt in je werk. Maar uh, ik ben nog steeds ben ik, uh, super enthousiast over wat ik, waar ik mee bezig ben. En dat gaat denk ik niet de aankomende jaren veranderen. En Dan weet ik van oké, okay, dan zit ik goed met uh, wat ik aan het bouwen ben... en nu ook door dat stukje conformatie wat ik heb... Ja man, dat... Uh... Uh, is het alleen maar kwestie van uh, gewoon hard groeien, denk ik. Ja, is wel op het juiste moment gekomen, denk ik, of niet? Die conformatie, van dat had je wel even nodig om... Uh... <laughs> dat had ik, uh, zeker na december, had ik dat wel echt even ja. nodig. Dus uh, het was ook wel de deadline. Ik had mezelf gezegd, ik tot het eind van het jaar. En uh, als het dan... Dan ga ik een keuze maken of dat ik hiermee doorga of niet. Uh, en ik, ik ben blij dat ik wel gepusht heb tot het eind van het jaar. En die deadline dat ik niet al eerder heb gezegd van... Nou, het is te veel werk en het, het gaat, uh, gaat niet lukken. Of ik pak het later weer op. Ja... Dus uh, uh, ja, zoals ik al zei in, een, uh, in het privégesprek wat wij hadden, het voelt alsof je in een berg hebt beklommen. Aan de bovenkant van de berg bent. Super trots bent dat je de, de summit hebt bereikt. En uh, vervolgens ziet dat er nog uh, duizenden andere berg zijn waar je ja, overheen aan En nou uh, ja, ik, ik kijk er naar uit om ook die allemaal overheen te klimmen. En ik weet dat het waarschijnlijk echt een flink werkje gaat zijn, maar. Ik heb er wel zin in. En als je het over games gaat hebben, misschien is dit wel ook de complete fun of it, toch? Van als een game geen uitdaging in zich zou hebben, ja, dan ben je maar een beetje aan het rondwandelen. Maar ik denk dat uiteindelijk als je daarvan kan gaan genieten. En dat komt natuurlijk ook met sommige periodes kan ik bijvoorbeeld wel heel goed. En andere periodes, dan zie je er weer even tegenop. Ja. Maar in die end is het toch elke keer weer die vernieuwing opzoeken. En jezelf een beetje uitdagen. Hetgeen wat het spannend houdt en, uh, en leuk. Ja. Ja, ik, ik denk het wel. En het platform wat ik nu heb. En zeker uh, de developers die zijn nu bezig om een volgende versie te maken. En als ik die volgende versie heb, dan heb ik alle core elementen die ik nodig had om het platform conceptueel af te, 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 te maken. Uh, vanuit een MVP point of view. En dan, dan is het product wat het moet zijn. En dan wordt het leuk. Want dan kan ik yeah. nagedenken over uh, hoe ga ik het opschalen? Hoe ga ik nog meer features erin toevoegen. Een van de features. Uh, en zonder te veel, nog eens te veel vertellen over het platform zelf. Um, ja, ik, ik, Zo'n kleine dingetjes als die AI-tools, dat wil ik ook gaan integreren in het platform. Dus stel je hebt je eigen community. Een van de grootste problemen die je hebt als je eigen community hebt, is dat als je een week niet kijkt en je komt dan terug in de community, dan heb je een hele hoop gemist. En dat is voor een hele hoop mensen, is dat een drempel om dan een beetje zich buitengesloten te voelen of niet helemaal weten waar de community over gaat of uh, uh, moeilijk echt in ja. de community weer terug te komen. Dus nu heb ik een tool verzonnen waar we dan die we aan het ontwikkelen zijn van een AI die alle tekst die er gezegd is toen jij weg was leest en alle announcements en alle dingetjes die er in de community zijn gebeurd en uh, een hele informele leuke tekst schrijft uh, van een paar regels over wat je hebt gemist als je terugkomt in ja, de community. Precies, ja, precies. Uh, dat zijn allemaal tools. Dat zijn niet baanbrekende tools die... Het platform gaan verkopen aan de investors. Maar het zijn wel tools die super vet zijn om te hebben. Dus dat zijn. Ik, ik ben nu in een fase dat ik denk van oké, okay, let's go. Laten we dat dingetjes gewoon dingetjes uh, gaan ontwikkelen. En gewoon testen met. Nu komt de creativiteit echt, echt precies. naar boven. De basis en het framework staat en nu is het tijd om, uh, om precies, door te bouwen. Precies, precies. Ik wil dit met je afspreken, want ik denk dat we ja. nog uren door kunnen praten. En dat <laughs> er nog allerlei wel, andere ja, hoeken ja. zijn die ik heel interessant vind om te onderzoeken. Maar de kern van wat je nu doet, en dat is denk ik ook van je moet niet te veel naar het verleden blijven kijken. Maar het is ook vooral belangrijk van hey, wat is next. Ja. Um, we blijven je volgen. Voor de mensen die hebben geluisterd, zou ik zeggen: doe twee dingen. En dat is: check even jouw Instagram, Paul Schneider, ja. Maar check ook vooral even Cloud Citadel. De website is gewoon www.cloudcitadel.com, toch? Ja, klopt. En daar kun je ook veel meer visueel krijgen hoe dan die wereld die jij al aan het, hebt gecreëerd, maar ook aan het creëren bent, eruit ziet. Wat je daarbij moet voorstellen. Want ik kan me voorstellen als je nu gekeken hebt of geluisterd, dat je allerlei. Elementjes voorbij het horen komen. Je hoort community, je hoort gamification voor een deel. Een 3D-wereld ten opzichte van het scroll op Insta. Maar de beste tip, denk ik, die ik je kan geven, is: ga het gewoon even zelf ervaren, check het. En als je feedback hebt, dan uh, weten mensen nu wel wie dat ze terecht kunnen. Zeker. Ja, ik, ik ben oprecht overtuigd dat uh, ge geef me een jaartje. En dan, uh, dan denk ik dat uh, dan ga ik het echt pushen. En dan zorg het ja. dat iedereen in Nederland ziet dat als ze een vriendengroep hebben of een voetbalclub. of een gamingclubje met, met, met gasten dat ze, dat ze Cloud Citadel moeten kennen. Uh, dus uh, mensen gaan er wel van horen. Of als het niet, niet nieuw ja. is, dan is het wel over een paar jaar. Dat weet ik zeker. Precies. Spreek je dromen en doelen uit, mensen. Want dan uh, kun je jezelf accountable houden, maar kunnen wij ook meekijken. En nogmaals, dat gaan we zeker doen. Dus ik wil je bedanken voor je tijd. En nogmaals voor je, voor je moedigheid. Want... Uh, dat, dat, ik weet dat jij het niet zo ervaart. Maar het is wel zo. Om hier nu in deze fase te gaan zitten, daar heb ik heel veel bewondering voor. En dan ben ik je ook dankbaar voor dat je dat hier wilde doen. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Ik vond het leuk. Dankjewel.